We hebben nooit het cordon sanitair onderschreven, hè. Dat is heel duidelijk. Feit is wel dat het Vlaams Belang en N-VA, dat er fundamentele verschillen tussen zitten. Zij hebben nog altijd bijzonder harde aspecten en zaken in hun beleid, waar dan ook heel wat over gesproken zal moeten worden, denk ik, alvorens dat zo'n huwelijk tot stand zou kunnen komen. Dus we zijn daar nog niet, maar ik laat dat heel graag aan onze voorzitters om dat verder te bespreken. Bart Wever zal met iedere partij ook in gesprek gaan, heeft hij daarnet aangekondigd. En Bart, een beetje kennende, zal hij dat heel goed doen en naar me horen. Oké, dankjewel. Ja, uiteraard om ons goed resultaat te vieren, hè. Dat spreekt voor zich. Je hebt veel mensen die zeggen dat we verloren hebben. We zijn er een paar procenten op achteruit gegaan. Maar als beleidspartij, als regeringspartij, onder hele moeilijke omstandigheden, toch nog zo kunnen consolideren, dat is chapeau. En dan mag je wel eens een glas heffen, denk ik. We blijven de grootste partij, incontournable. Dus ze kunnen ook niet zonder N-VA en dat stemt mij heel hoopvol. Ik heb persoonlijk een heel goed resultaat gehad, daar ben ik ook heel dankbaar om. Ik denk dat je iets meer dan 24.000 voorkeurstemmen hebt. Ik had er vorige keer 11.000, daar was ik ook verkozen in het parlement. We hadden een hele sterke lijst deze keer. Dus ik ben blij dat ik de komende 5 jaar in het federaal parlement ons veiligheidsthema kan blijven behelzen. Ik ga mij daarvoor voor blijven inzetten en ik ben heel dankbaar dat de N-VA-kiezer mij ook dat mandaat meegegeven heeft.